Nu is spreken Gods werk, geen tekens meer, geen wonderen. Het is niet het tijdperk van genade. God is echt en normaal. In de laatste dagen is hij niet de bovennatuurlijke Jezus, maar een praktische God in vlees. Niet anders dan de mens. Dus het geloof in God is vanwege zijn vele werken, woorden en daden. Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint. Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof. Ja, het zijn Gods daden waardoor de mens hem kent. In elk tijdperk onthult God verschillende gezindheden. Een ander deel van zijn daden. Maar dat alles geeft diepere kennis van hem, een meer nuchter en waarachtig geloof in God. Dus het geloof in God is vanwege zijn vele werken, woorden en daden. Vervolmaakt en overwint. Tekens en wonderen zijn niet hun bron van geloof. Ja, het zijn Gods daden waardoor de mens hem kent. Vooruitgang in je leven. Dus het geloof in God is vanwege zijn vele werken, woorden en daden. Ja, het is Gods woord dat de mens vervolmaakt en overwint.
zijn niet hun bron van geloof. Ja, het zijn Gods daden, waardoor de mens hem kent. Geest verandert van dag tot dag, stap voor stap hoger met grotere openbaringen. Dit is hoe God werkt om de mens te vervolmaken. Als de mens niet mee kan, wordt hij misschien vernield. Zonder een hart dat gehoorzaamt, kan hij niet tot het einde volgen. Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken, zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draagt. Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen, kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg. Vervolmaakt zal God heel snel werken, nieuw werk stellen en dus zonder een hart dat gehoorzaamt. Hoe moeilijk om Gods stappen te volgen. Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken, zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draagt. Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen, tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg. Gods werk is niet onveranderlijk, nog gebonden door regels, maar het is steeds nieuw. Het is altijd hoger. Met elke stap wordt zijn werk praktischer, meer en meer in lijn met de echte noden van de mensheid. Alleen wanneer de mens door dit soort werk gegaan is, kan zijn gezindheid eindelijk veranderen. Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken, zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draait. Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen, kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde van de weg. De kennis van de mens van het leven groeit en zo verheft God zijn werk. Dat is hoe God de mens vervolmaakt en hem geschikt maakt voor Gods gebruik. Zijn werk strijdt, zet de noties van de mens recht, leidt hen naar een hogere, echtere staat. De hoogste sfeer van geloof in God, zo mag zijn wil gedaan worden. Zij die van nature ongehoorzamen, bewust tegenwerken, zullen achtergelaten worden, terwijl Gods werk verder draagt. Alleen zij die gehoorzamen, zichzelf graag vernederen, kunnen tot het einde vooruitkomen, tot het einde.
Als je vervolmaakt wilt worden door God, is zomaar rondrennen niet genoeg. Nog is jezelf inzetten voor God. Je moet veel verwerven om vervolmaakt te worden door God. Wanneer je lijdt, moet je in staat zijn het vlees te vergeten, niet te klagen tot God. Als God zich verbergt, moet je hem met geloof volgen, je liefde behouden zonder vermindering. Als je gebruikt en vervolmaakt wilt worden door God, moet je al deze dingen bezitten: de wil om te lijden, geloof en volharding, gehoorzaamheid, ervaring van Gods werk, begrip van zijn wil en rekening houden met zijn verdriet. Elke loutering die je ervaart vereist je geloof en liefde, ongeacht wat God doet moet je zijn ontwerp aanvaarden. Vervloek je vlees voor je tegen hem plaagt. Stel God tevreden in beproeving, zelfs als je huilt of verliest. Waar je van houdt, dit is waar, liefde en geloof. Ongeacht je gestalte, moet je waar geloof bezitten. De wil om te lijden en het vlees te verzaken. Je moet bereid zijn tot het lijden van pijn en verlies, om aan Gods wil te voldoen. Je moet spijt voelen binnen in je hart, dat je voorheen niet in staat was God tevreden te stellen. Niets van dit kan ontbreken, dan vervolmaakt God je. Als je deze dingen niet hebt, kun je niet vervolmaakt worden. Als je gebruikt en vervolmaakt wilt worden door God, moet je al deze dingen bezitten: de wil om te lijden, geloof en volharding, gehoorzaamheid, ervaring van Gods werk, begrip van zijn wil en rekening houden met zijn verdriet. Elke loutering die je ervaart vereist je geloof en liefde. Levensadem steunt elk levend wezen.
Niemand gelooft dat de mens leeft en groeit onder Gods zorg. Ze geloven dat groei komt door het instinct. Geschonken of van waar het komt, hoe het levensinstinct wonderen creëert. O, ze denken dat hun voedsel het leven in stand houdt, dat een mens bestaat dankzij zijn overtuigingen. Ze zijn blind voor wat God geeft. Daarna verkwisten ze het God gegeven leven. Ontwaakt uit zijn droom
Het volgende staat opgetekend in het boek van Jona 4, vers 10 tot en met 11. Toen zei Jehova, jij hebt medelijden gehad met de wonderboom, waar je niets voor hebt hoeven doen. Die groeide vanzelf in één nacht op en is ook in één nacht vergaan. Waarom zou ik dan die grote stad Nineveh niet sparen? Daarin wonen meer dan 120.000 mensen die het verschil tussen rechts en links niet weten. Bovendien is er ook nog veel vee. Medelijden kan liefhebben betekenen. Medelijden kan beschermen betekenen. Medelijden kan geen pijn willen doen betekenen. Medelijden kan tederheid voelen betekenen. Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens. De Schepper heeft oneindige affectie voor de mens. Alleen de Schepper kan de mens genade schenken en zijn hele schepping koesteren. Medelijden kan tedere liefde en affectie tonen. Medelijden kan niet op willen geven betekenen. Medelijden is Gods genade en tolerantie jegens de mens. Dit woord legt de houding en het hart van God bloot. Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens. De Schepper heeft oneindige affectie voor de mens. Alleen de Schepper kan de mens genade schenken en zijn hele schepping koesteren. De mensen van Nineveh waren net zo verdorven en net zo gewelddadig als de mensen van Sodom. Maar een berouw maakte dat God van gedachten veranderde. Dus besloot hij hen niet te vernietigen. De mensen van Nineveh omarmden Gods bevelen. Met eerlijke onderwerping en berouw voor hun zonden. En ook met hun ware en oprechte daden. Dus God verleende hen zijn medelijden. Niemand kan Gods beloning dupliceren, noch Gods medelijden met de mensheid. Niemand kan Gods genade of tolerantie bezitten. Nog Gods oprechte gevoelens jegens de mensheid. Alleen de Schepper heeft medelijden met de mens. De Schepper heeft oneindige affectie voor de mens. Alleen de Schepper genade schenken en zijn hele schepping koesteren. Thank you.
streek je rond de voet van de berg en het vocht rustig de loop die de berg heeft gemaakt en vindt zijn weg terug naar huis. Het voegt zich bij onder hoede van de berg verdwaald het beekje nooit, verdwaalt het nooit. De kleine beek en de grote berg vertrouwen op elkaar. De stormwind niet, altijd huilt hij rond de berg en geeselt hem met wervelwinden van zand, zoals hij altijd heeft gedaan. Hij bedreigt de rust de enorme golf niet en blijft maar groter worden. Hij bruilt, zwelt aan en breekt telkens opnieuw. Maar toch gaat de grote schepsels in de zee vermenigvuldigden zich en floreerden. De golven en de grote berg vertrouwen op elkaar. Ze beteugelen elkaar. Ze kunnen niet zonder. Zodra Gods woord wordt uitgesproken, neemt zijn gezag de leiding. En wat hij heeft beloofd, wordt stap voor stap waar. Veranderingen beginnen in alles te ontstaan. Dit
zijn de wonderen van de hand van de schepper. Zoals wanneer de lente komt, gras wordt groen, bloemen bloeien. Knoppen gaan open en vogels zingen, alles wordt verjongd. Gods gezag en macht, onbeperkte tijd, door plaats, persoon en materie, of wat dan ook. Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor een mens, en vindt het moeilijk te doorgronden, of volledig te begrijpen. Wanneer God zijn belofte nakomt, verjongen alle dingen tussen hemel en aarde en veranderen volgens zijn gedachten. Wanneer hij zijn belofte maakt, dient alles haar vervulling. Alle schepsels worden gearrangeerd onder zijn heerschappij. Elk schepsel speelt zijn eigen rol, heeft zijn eigen functie. Dit openbaart Gods gezag. Gods gezag en macht, onbeperkte tijd, door plaats, persoon en materie, of wat dan ook, wat dan ook. Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar. God schiep deze wereld,
Hij schiep deze mensheid. Hij was de architect van de klassieke Griekse cultuur en de menselijke beschaving. Alleen God troost deze mensheid. Alleen God zorgt dag en nacht voor deze mensheid. Menselijke groei en vooruitgang zijn onscheidbaar van de soevereiniteit van God. God alleen kent het lot van een natie of een land. God alleen beschikt over het pad dat deze mensheid moet volgen. Als de mensheid of een land een goed lot wensen, moet de mens naar God buigen in aanbidding. Naar God buigen in aanbidding. Naar God buigen in aanbidding. De geschiedenis en de toekomst van de mensheid zijn onlosmakelijk van het ontwerp van God. De geschiedenis en de toekomst van de mensheid zijn onlosmakelijk het ontwerp van God. Als je een waar christen bent, zul je zeker geloven dat het opstaan en ten ondergaan van elk land of natie gebeurt na het ontwerp van God. God alleen kent het lot van een natie of een land. God alleen beschikt over het pad. Deze mensheid moet volgen als de mensheid of een land een goed lot wensen, moet de mens naar God buigen in aanbidding. Naar God buigen in aanbidding. Naar God buigen in aanbidding. En de mens moet berouwen en biechten voor God, of anders zal het lot en de bestemming van de mensheid onvermijdelijk eindigen in een catastrofe. Of een land. God alleen beschikt over het pad dat deze mensheid moet volgen. Als de mensheid of een land een goed lot wensen, moet de mens naar God buigen in aanbidding. Naar God buigen in aanbidding. Buigen in aanbidding. Lees het Oude Testament als je het werk van het tijdperk van de wet wil zien. Hoe de Israëlieten Gods werk volgden. Lees het Nieuwe Testament als je Gods werk in het tijdperk van genade wil kennen. Je moet het leiderschap aanvaarden van de hedendaagse God als je het werk van de
laatste dagen wil kennen. Je moet het werk van vandaag binnen gaan, want het is nieuw werk, niet te vinden in de Bijbel. God is nu vlees geworden, heeft uitverkoren in China, door wie hij zijn werk van het tijdperk van genade voortzet. Mensen weten niet dat God op aarde groter en nieuwer werk heeft gedaan buiten Israël en de voorspellingen van de profeten. Oh, hoe wonderbaarlijk Gods werk buiten de profetieën om en buiten de verbeelding van de mensen, van de mensen. Gods werk vandaag is een pad dat de mens nooit heeft bewandeld of gezien. Gods laatste werk op aarde, nooit eerder gedaan. Wie had die over kunnen schrijven in de Bijbel? Vooraf vastgelegd, zonder dat er iets mist. Wie zou dit grotere werk vast kunnen leggen dat de conventies in het oude stoffige boek trotseert? Het werk van vandaag is geen geschiedenis. Ga voorbij de Bijbel om het nieuwe pad te bewandelen, voorbij de profetieën en geschiedenis. Je zal in staat zijn het pad correct te bewandelen, het nieuwe rijk en zijn nieuwe werk binnen kunnen gaan. Mensen weten niet dat God op aarde groter en nieuwer werk heeft gedaan buiten Israël en de voorspellingen van de profeten. Oh, hoe wonderbaarlijk Gods werk buiten de profetieën om en buiten de verbeelding van de mensen, van de mensen. God op aarde groter en nieuwer werk heeft gedaan buiten Israël en de voorspellingen van de profeten. Oh, hoe wonderbaarlijk God sterkt buiten de profetieën om en buiten de verbeelding van de mensen. Van de mensen.
Als God geen vlees zou worden, zou zijn werk niet ervaren worden. En zou de liefde voor God besmet zijn met verzinsels en leugens. De liefde voor God in de hemel is niet zo echt als de liefde voor God op aard. Want de kennis van God in de hemel is op verbeelding gebouwd. Niet op wat fysiek zichtbaar is of op wat de mens heeft ervaren. Zijn werk en woorden bevatten geen geboden. In God is alles vrij, bevrijding zonder beperkingen. En hij brengt de mens vrijheid en bevrijding. Hij is de levende God, die waarlijk. Niets en niemand verbiedt.
Gods laatste werk is niet enkel om de mens te straffen, maar om de bestemming van de mens te regelen. En om van allen erkenning te krijgen voor wat God deed. Erkenning te krijgen voor wat God deed. God wil dat iedereen ziet dat Hij alles juist heeft gedaan. Dat alles een uitdrukking is van zijn gezindheid. Het is zeker niet door het toedoen van de mens. En het is niet de natuur die menselijke wezens schiep. Het is eerder God die elke levende ziel onder alle dingen voedt. Zonder God kan de mens alleen maar vergaan en gekweld worden door rampen. Niemand zal de schoonheid van de zon en maan of de groene wereld ooit weer zien. De mensheid zal alleen de ijzige nacht tegemoet gaan en de onverbiddelijke vallei van de schaduw van de dood. God is de enige redding, de enige hoop van de mens en de ene van wie het bestaan van de volledige mensheid afhangt. Het is niet de natuur die menselijke wezens schiep. Het is eerder God die elke levende ziel onder alle dingen voedt. Zonder God kan de mens alleen maar vergaan en gekweld worden door rampen. Niemand zal de schoonheid van de zon en maan of de groene wereld ooit weer zien. Hoewel niemand aandacht aan hem schenkt, zonder God zal de mens niet meer vooruit gaan en verdrukt worden door spoken. Het werk dat God heeft gedaan kan door niemand vervangen worden. Al wat Hij hoopt is dat de enige redding, de enige hoop van de mens en de ene van wie het bestaan van de volledige mensheid afhangt. Het is niet de natuur die menselijke wezens schiep. Landen en industrieën op aan. Luister naar Gods stem en zie zijn werk. Schenk aandacht aan het lot van de mens. Maak God de meest heilige en eerbare. Het hoogste
Jehovah's belofte. Net als Gods schepsels Adam en Eva leefden in de hof van Eden. Gods werk lijkt op de machtige golven. Zijn voetstappen gevolgd en zijn belofte ontvangen. Alle anderen worden totaal vernietigd en krijgen hun verdiende straf. God dringt er bij mensen van alle etniciteiten. Een van de manieren dat de mens samenwerkt met God, om zich op zijn geest te beroepen en geraakt te worden door God. Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt verliefd en resoluut zal worden. Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden. Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt verliefd en resoluut zal worden. Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden. Dus zij die niet bidden, zijn dood zonder geest. Zij kunnen niet door God geraakt worden, kunnen Gods werk niet volgen. Mensen die nooit bidden, verliezen hun normale spirituele leven, hebben gebroken banden met God. Hij zal hen niet goedkeuren. Mensen die nooit bidden, verliezen hun normale spirituele leven, hebben gebroken banden met God. Hij zal hen niet goedkeuren. Geraakt verlicht en resoluut zal worden. Zulke mensen kunnen nog snel vervolmaakt worden. Hoe meer je bidt, hoe meer je geraakt verlicht en resoluut zal worden. Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden. Zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.
zulke mensen kunnen al snel vervolmaakt worden.